Een normaal bed van een jaar oud in een normaal huishouden. Ooit over nagedacht wat er allemaal in zo'n matras zit? Vast niet. Nou, dit dus. Huisstofmijt natuurlijk, de uitwerpsel ervan. Haren, huidschilfers, kristallen zeg maar, van opgedroogd lichaamstappen, zweet, noem maar op. En daarom is het belangrijk dat de matras minimaal één keer per jaar wordt schoongemaakt. Frank Rijmakers doet dat. Hij werkt bij Matras Clean dat er een speciaal apparaat voor heeft ontwikkeld. We hebben hier een borstel zitten, die draait hard rond. Hè. Die klopt dan op het matras, het vuil los. En dat wordt dan meteen ter plekke opgezogen. Dan hebben we verder een UV-lamp zit hierop. En dan doden we de bacteriën en de schimmels mee. En zo'n schoonmaakbeurt kost 30 tot 60 euro. Maar hetzelfde doen met een stofzuiger heeft geen zin. Nee, dat gaat niet. Wat je dan krijgt als je dat met een gewone stofzuiger doet. Hè, zet hier maar een gewone stofzuiger, zet hem aan. Die zuigt vacuüm. En die zuigt eigenlijk het vuil wat eventueel los zit onder tegen het matras aan. Dus die brengt de vuil alleen maar hoger, zeg maar. Maar die haalt er niet uit. Omdat deze klopt, wij kunnen deze stofzuiger ook in hoogte verstellen. Zodat die nooit vacuüm zuigt, zeg maar, om de optimale zuigkracht te behouden. Dit bed is in ieder geval weer helemaal schoon, dus de eigenaar kan vannacht weer met een gerust hart gaan slapen.